Eerlijk, dacht Hein van der Loo bij zijn aantreden. Een rechtskabinet. Veiligheid bovenaan het politieke wensenlijstje. Kan niet mis. En toen sloeg hij de rijksbegroting open en zag hij dat er 10% bezuinigd wordt op nota bene zijn eigen veiligheidsregio's. Is dat dan een domper op de feestvreugde, mag ik het zo zeggen? Dat is een domper, ja. En voor mij ook moeilijk te begrijpen. Dat als je enerzijds als kabinet zegt, hè, dat vinden we belangrijk. En anderzijds ga je bezuinigen op... Ja, de brandweer, 22.000 mensen die elke dag klaarstaan voor incidenten en het bestrijden daarvan, daar dan op te bezuinigen. Dus dat rijmt niet met elkaar. Dat is inderdaad de grote zorg die wij hebben. Ja, want vandaag wordt die begroting van Justitie en Veiligheid besproken. Maak die 10% dus concreet. Wat kunnen we daar dan minder voor verwachten voor 10% bezuinigingen? Kijk, er zijn allerlei nieuwe dreigingen in ons land, in de wereld, die maken dat we heel erg waakzaam moeten zijn. Weerbaar ook. Moeten opletten en klaar moeten staan voor allerlei dingen die ons kunnen overkomen. Ik zeg platvallen van het internet. Dat is één. Maar ook de energietransitie die oplevert dat laadpalen of accu's hier en daar vlamvatten, zonnepanelen enzovoorts. Maar ook geopolitieke dreiging. Allerlei dreiging in ons land waar we klaar voor moeten staan met elkaar. En dat vraagt om niet alleen lokale oplossingen, maar ook om landelijke oplossingen met elkaar. De veiligheidsregio's, 25 stuks, samen. En daar, ja, daar moeten we klaar voor staan en daar moeten we niet op bezuinigen. Nee, maar goed, als die 10% dus wel bezuinigd wordt, wat dan nu het idee is, kunt u dan zeggen, ja, dan kunnen we dus zoveel minder brandweermannen, politieagenten, mensen inzetten? Of valt het zo heel concreet niet te maken? Het zijn dus in dat geval de brandweermannen, hè, dat noemen we de rode kolom van de veiligheidsdiensten. Politie is blauw. Het gaat echt om die brandweer. Ja, dan komt echt die werkzaamheden van de brandweer op al die mooie locaties in ons land onder druk te staan. En dat betekent, ja, ultimo, misschien zelfs met minder kazernes, minder materieel enzovoorts ons werk kunnen doen. U pleit zelfs voor meer geld voor de brandweer, hè? Dus niet minder, maar meer. Waar moeten we dat dan vandaan halen? Dat klopt. Dat is, met name heeft dat van doen met dus die nieuwe dreiging die we hebben. Denk ook bijvoorbeeld aan het grote risico van natuurbranden. Hè? Ook in ons land. Hoge impact, groot risico. En daar moeten we ons klaar voor maken. Daar is extra geld voor nodig. Maar met name ook wat van die 22.000 mensen in de brandweer zo ons land uniek maakt, is de vrijwilligers. En die vrijwilligers die staan nu, althans dat model staat onder druk vanwege nieuwe regelgeving, met name uit Europa. Ja, onze brandweer heeft een soort flexibele schil, hè, voor de duidelijkheid. We hebben de vaste brandweerlieden en die worden aangevuld met vrijwilligers. Ja. En dat laatste deel, zegt u, dat loopt acuut gevaar? Nou, dat loopt gevaar. Dat kost ons geld vanwege die nieuwe regels uit Europa. Dat we die mensen een part-time, een deeltijd beroepsaanstelling moeten geven. En dat kost tientallen miljoenen. En het is ons heel veel waard dat het kabinet daarin bijdraagt om dus die kracht van die mensen, die flexibele schil in onze dagelijkse inzet, nachtelijke inzet ook, te behouden. Dan gaan we even kijken naar uw veiligheidsberaadfunctie ook. Hè? Want dat werd in coronatijd toch wel op de kaart gezet door de toenmalige voorzitter. Ik snap heel erg goed dat het heel vervelend is als een hele school dicht moet. Maar als de kantine van de vuilnisophaaldienst in Nijmegen één besmet iemand heeft, moet die hele kantine, al die vuilnismannen en vrouwen, moeten dan 10 dagen in quarantaine. Dan ligt het vuil in de straten. Deze week wordt heel spannend. Ja. Als dat niet fundamenteel verandert in combinatie met een echte daling van het aantal besmettingen, ja, dan koersen wij af op een lockdown die echt de hele winter gaat duren. En dat is wat we minister Grapperhaus in persoon vandaag nog een keer hebben meegegeven. En wij hopen toch wel dat het kabinet daar morgen de besluitvorming rekening mee houdt. Wat zijn we nou eigenlijk opgeschoten sinds we Hubert Bruls deze woorden horen zeggen? Nou, allereerst vind ik dat Hubert Bruls een voorganger is. Brede schouders om op te staan. Wat hij ontzettend goed deed in die coronatijd met name, is het uitleggen van welke maatregelen nodig zijn. En echt communicatie heel goed namens ons burgemeesters, maar ook in de richting van alle inwoners. En dat is trouwens iets wat ik graag van hem wil overnemen. Ja, want inmiddels zien we natuurlijk, we kenden hem allemaal omdat hij zoveel over de coronacrisis zei. Maar gelukkig zitten we inmiddels niet meer in die coronacrisis. Maar waar zouden mensen dan aan moeten merken dat u er bent en uw collega's? Nou, in alle eerlijkheid hoop ik dat ik niet zo vaak op de televisie hoef te zijn. Hè? Want dat betekent dat er geen crisis is. Laten we daar ons best voor blijven doen. Maar goed, er kan weer zoiets geks als corona zomaar gebeuren. En dan moeten we er staan. En dan ben ik er ook om daar uitleg over te geven. En ook over te spreken met het kabinet. En dus het feit dat u hier nu zit om die justitiebegroting aan te kaarten, dat maakt dat u wel echt zegt, nou ja, misschien mag ik het woord crisis gebruiken op veiligheidsgebied?
Nee, dat zou ik zo niet noemen, want wij zijn heel kritisch op het gebruik van dat woord. He, het is echt een ongelooflijk probleem als wij straks de manschappen, de menschappen niet meer hebben om onze dagelijkse inzet te plegen. En daar strijd ik voor namens de collega's en daar leg ik het accent vandaag op met die bespreking vanmiddag in de Tweede Kamer. Niet zeggen alleen veiligheid is belangrijk, tegelijkertijd bezuinigen op veiligheid, nee. A zeggen, B doen. A zeggen, B doen klinkt een beetje als een van de boodschappen die ook in dit boek staan. Hè? Als verhaalbrief, daar gaan we het namelijk zo meteen over hebben. Want dan praat